Het zien door Golden Palace goed zien. Hè. Toen zijn die breed genoeg, dat is spannend, niet genoeg voor mij. Oei. Ja, stilte. Genante stilte. Wie is dat eigenlijk? Kunnen we even een naam geven? Want... Luchtig. Luchtig, ja. Ja, tof. Mooi. Toffe band. Goeie humor, Pieter. Ja. Het kan wel. Het West-Vlaams en het Limburgs, het kan wel. Ja? Ja, eigenlijk wel. Beter als verwacht. Ik versta iedereen natuurlijk, maar ik weet niet of dat omgekeerd zo is. Ik niks. Echt niks. Nee. Ja. Eigenlijk ook niet echt. Een broeikje of zoiets? Dat is het eerste wat Richie mij ooit gezegd heeft. Ja. Broeikje 's ochtends. Broodje, ja. Maar voor de rest, Antwerpen. Ja. Antwerpen marginale. Dat kennen we wel natuurlijk, ja. Anyway, ja. Ja, dat is eigenlijk een beetje toevallig tot stand gekomen. Maar iedereen de Vlamingen noemen een Bobtje. Een beetje op zijn best Vlaams. Omdat begin van het seizoen zijn we ergens naartoe geweest. En toen was Jelle Bob. En ja, sindsdien Bobtje is dat blijven hangen. En sindsdien is Jelle Bobtje geworden. Met trots, hè? Ja, trots. Goed Bobtje ook, hè? Ja. Heel goed. Was het nodig dat Jelle Bob was? Laat ons zeggen dat het toch wel aangenaam was. Dat er iemand hadden die... Oké was. Voorlopig denk ik niet direct, nee. Ik weet niet, maar ik vind het ook jong dat hij eraan begint. Hij was een beetje beter natuurlijk. Maar ik denk dat het wel een toffe trainer is. Dat zo soms streng uit de hoek kan komen, de pony tegen de kleine gasten, maar dat hij wel veel toffe training kan geven en een sfeermaker kan zijn voor de ploeg. Dus ik denk dat dat wel enorm komt. Trainer Pieter. Dank u wel. Nee, totaal niet. Voorlopig zou het ook echt niet doen. Ja, simpel. En waarom niet? Kort door de bocht. Ik denk dat niet... ik weet het niet, man. Het zit niet in me, denk ik, het trainerschap. En iets anders dan, waar ik aan denk, van, dat zou ik eventueel... In het voetbal? Ja, of buiten het voetbal. Iets dat je zou willen oppikken na je carrière? Buiten het voetbal, misschien vastgoedmakelaar. Maar wel in Oostende, die kant. Ik denk niet dat ik veel zal verkopen in Antwerpen of... Weinig mensen in Oostende. Of Limburg. Nee, dat kan niet. Wat was dit nu? Even de close-up. Ja, nee. Het is nog niet dezelfde kleur haar of zo. Ik bedoel, er zit echt gewoon... Wel, dezelfde kapper natuurlijk. Victor, shout-out naar Victor. Reclame. Voilà, moet kan ook, he. Moet ook. Gratis knipbeurt. Ja. Ik zou zo ver mogelijk wegblijven. ja, misschien wel. Ja. Allebei rechts zie je dus. Ja, als Bob rechts staat, ga ik ook naar onze rechterkant. Dus ja, dat komt allemaal goed. Koji Miyoshi. Oh ja, heerlijk. Vorige week op training. Dat kan echt niet. Ja. Leg eens uit. Dan moet je, die beelden moet je opvangen, moet je er nu even onder zetten. Ja. Okay. Ja, dus ja, dat zeg jij maar. Ja. Wordt je de Wolf niet zot te krijgen natuurlijk. krijg je het doelpunt tegen en pak de bal in zijn hand. En terwijl is Miyoshi al aan het dribbelen. En je shot die bal eigenlijk keihard weg. Zonder na te denken, recht op de voet van Koji. En die gaat keihard tegen de rond. Terwijl hij aan het dribbelen is, dus langs van achter. Ortje de Wolf. Ik moet even vermelden toch dat hij soms... moet zichzelf wel onder controle houden, Ortwin. Ik een vogel. Gewoon, denk, in de lucht, vrij. Vliegen, overzicht. Leuk. Een hond. Een hond? Ja. Wat ga je daarmee doen? Ja, ik moet dat zelf spelen, hè. Ja, maar bedoel, wat heb je daar? Ja, waarom? Ja. Je hebt toch veel liefde als hond? Ja, als je een goede baas hebt, maar als je overal geen goede baas hebt, dan denk je dat. Kak maar dat je wil, dat zo. Ja. Nul schaamte als hond, toch? Dan kun je als elk dier kakken. Ja, dat is waar, ja. Een hond, ja. Oké, hond. Ik ben niet zo into music eigenlijk. Dus voor mij maakt het niet zo heel veel uit, verlangend, maar wat sfeer geeft en wat. Geen melancholische, trage muziek, vind ik het allemaal in orde eigenlijk. Even erin te komen. Ja, gewoon. Ja. Voor mij mag dat af en toe wel wat een boomsje zijn, zo als in de fitness, als we zo voor de fitness. Ja, kan ik wel van genieten. Dan heb je wel wat pad B. Patje B. De Limburgers. Ik
ken hem niet, Patje B. Ken je hem niet? Nee. Nee. Maar toch, Patje B. Patje B, heroïne. Laat maar afspelen. Alsjeblieft. Volgende match. We gaan even proberen, sorry. Voilà. Alsjeblieft. Heel goed. De snelheid. Scorevermogen. Bobje nog dan spits geweest vroeger, hè? Ik nooit, jongen. Rechtsvoor. Rechtsvoor, ja, spits. Dat is zelfs één pot nat. Soms op training komt dat even terug boven. Ja, maar soms ook totaal niet. Nee, en dan denk je, oei, het is weer weg. Boot. Slim. Ja, nu moet jij de naf meenemen. De pony. Hopla. Messen en boot. Het zal wel zijn. Gaan we zo weg. Prachtig. Kunnen we mee afsluiten? Dus. Voilà, dat denk ik wel. Dankjewel, jongens. Ik ben bedankt.